sneeuw heeft getrotseerd en hier aanwezig ben. Hartstikke leuk, welkom. Het is een... het kan echt net niet meer om elkaar nog gelukkig nieuwjaar te wensen, maar het is toch wel fijn om met elkaar even een toast uit te brengen. De meesten zullen al een glaasje op hebben. Het werk wat u hier ziet hangen, dat zijn schilderijen van Thea van den Berg, kunstenares uit Soesterberg. Ze heeft speciaal voor deze middag de expositie ingericht. En de geweldige warme klanken van de accordeon, de troubadour, dat is iets van Peter Bruis. Ja, dat moet ik denken. Ik wil heel graag het woord geven aan Gerda. Want ik... Maar erg leuk om hier even bij jullie te zijn. En aan het begin van deze week werd er aan mij gevraagd of ik zowel voor Radio Soest als vanmiddag bij het Cultureel Café iets wilde zeggen over de komende cultuurprijs. Ik ben Gerda Masselink, lid van het Cultuurplatform. En een jaar geleden heeft het Cultuurplatform zich ernstig bemoeid met de Cultuurprijs. Daarvoor heeft een commissie, zeker 10 jaar, en dat was een fantastische commissie, heeft goed werk gedaan, die Cultuurprijs geregeld. Zij hadden daar een systeem voor. Met elkaar zochten ze de kandidaten op en daarna nomineerden ze met elkaar de kandidaten. Nou, het Cultuurplatform heeft daar een paar wijzigingen in aangebracht. Het Cultuurplatform benoemt de Cultuurprijscommissie en die bestaat inmiddels uit 2 commissies, een aparte nominatiecommissie en een aparte jury. En wie mogen er nou allemaal genomineerd worden? Nou, dat is een breed scala aan disciplines. Theater, dans, beeldende kunst, muziek, literaire activiteiten, activiteiten op het gebied van audiovisuele kunst. En mensen die zich sterk maken voor het behoud van het culturele erfgoed hier in Soest. En dan kom ik nu bij een heel belangrijk punt. En in een tijd waarin het gesproken en het geschreven woord amper nog meer overkomt, heb ik het toch maar visueel proberen te maken voor u. En dat is de prijs. Want dat is natuurlijk altijd belangrijk. Wat kan je ermee winnen? Nou, je kan er in de eerste plaats mee winnen een prachtig glasobject van Bert Johan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik ben er niet mee onderuit gegaan in de sneeuw. Ik vond het doodeng, maar dit is het. En een veel belangrijke prijs is natuurlijk nog deze zak met geld. Hier zit 1500 euro in. Die hou ik ook straks angstvallig op mijn arm geklemd. En de derde prijs kon ik niet visueel maken. Maar dat is dat de winnaar van de Cultuurprijs, zijn naam of haar naam, gegraveerd wordt in de zuil waarop het kunstwerk staat wat speciaal voor de Cultuurprijs is ontworpen. En wat wil je nou liever dan daarin te staan? En dan sta je niet zomaar op die zuil, maar je staat dan ook in een rij van zeer prominente Soesters. Maar dat zijn Cabrio, Artichok, Odeon, Radio Soest, PVO, De Slas, Maarten Kooij, Jan Visser, De Kunstroute, het Groot Gaasbeek Gilde en de Historische Vereniging. Zo. Ik heb ze al wel. Want inmiddels is er een cultuurprijs om de 2 jaar. Het ene jaar is de cultuurstimuleringsprijs en het andere jaar de cultuurprijs. En die cultuurstimuleringsprijs is gegaan naar Robert Doorman en Soesterberg Live. Maar die worden niet gegraveerd hoor, alleen mensen van de echte cultuurprijs komen daar in dat zaaltje te staan. Nou, wat was nou mijn opdracht daarvoor vanmiddag? Dat is om u allen op te roepen om vooral mensen uit uw directe omgeving op te geven voor deze prijs. En wat nou zo ontzettend leuk is, u mag ook uzelf nomineren. En dat vinden wij absoluut niet onbescheiden als u dat doet. Dus gaat het rustig gang. Als u iemand nomineert, of vooral uzelf, want wie ken je nou beter dan jezelf? Dus je kan er een prachtig verhaal over schrijven. Ik overweeg zelfs om het toch ook nog maar te gaan doen. En u moet het wel doen. Dat is Cultuurprijs Soest.
daar leest hij precies op het woord moet. En het moet binnen zijn voor 14 februari. Dus denkt u vooral aan mensen aan wie u dat gunt. En als u natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig bent wie of het nou uiteindelijk wordt, dan 5 april in de prachtige locatie in Soesterberg, in het Cenakel. Daar zal het ons alle bekend worden om te kiezen. Er wordt een heel leuk programma aangeboden aan die avond. Er is natuurlijk wat eten en te drinken en gewoon een hele goede culturele avond voor 14 april. De nominatie is 5 april in het Cenakel in Soesterberg. En dan kan ik nou lekker verder mijn glas leeg drinken, want ik hoef niets meer te zeggen. Dank u wel.